Oké, coach. Zondag staan de twee titelfavorieten tegen elkaar, als we de pers of de analisten mogen geloven. Nu in de COVID-tijden is het dikwijls de uitploeg die met de punten gaat lopen. Ik denk in Union, die hebben ook normaal gezien 12e man achter hen. Nemen wij de 3 punten ook mee naar huis zondag? Ja, ik denk dat elke wedstrijd de betrachting moet zijn om 3 punten te pakken. Maar als je vorig jaar 4 wedstrijden en een bekerwedstrijd... Oké, de bekerwedstrijd was 0-0 en zijn we met de penalties verloren. Als je 3 van de 4 verliest, ja, dan weet je dat Union een sterk elftal is. Hè. En dat is dit jaar niet anders. En favorieten, in en na zijn er ook heel veel favorieten. En Beerschot staat op kop. Dus je bent altijd maar zo sterk als je laatste wedstrijd. De wedstrijd tegen Lierse, oké, we hadden heel veel overwicht, maar te weinig tempo en te weinig kansen. Dus oké, daar hebben we deze week op getraind om toch iets meer beweging in ons spel te krijgen. En hopelijk... kunnen we resultaat boeken in Union, maar inderdaad, zoals wij onze supporters tegen Lierse misten en de sfeer misten, zal dat voor Union niet anders zijn. Het is toch een ander gevoel om competitievoetbal te spelen zonder supporters, maar oké, we moeten erdoor. Voor de spelers is het ook wat wennen en als je dan eens het moeilijk hebt of het tempo is wat te laag, dan heb je toch wel de emotie of de steun van de supporters die ervoor zorgt dat je dan toch die drive krijgt. Dat is nu niet, dus... daar moeten we aan winnen, maar het is voor elke ploeg hetzelfde. Maar het thuisvoordeel is momenteel voor geen enkele ploeg aanwezig. Je hekelde vorige week de mentaliteit van sommige spelers. Hoe heb je dat dan aangepakt dat ze dit zondag wel die mentaliteit gaan tonen? Ja, ik weet niet of ze die zondag gaan tonen. Ik hoop het, hè. Maar alles begint met energie en mentaliteit. Ik zei gewoon dat we sneller hadden moeten spelen. Lierse heeft daar alles aan gedaan met heel veel volk achter de bal. Maar dan moeten wij met de kwaliteit die we hebben, moeten wij tot meer in staat zijn. Dus we mogen niet vergeten dat alles wat we de laatste jaren hier hebben bereikt en opgebouwd, dat is gekomen door ons credo allemaal samen en hard werken, mouwen opstropen. En dat mogen we niet vergeten. Union is een heel goed elftal, maar ik hoop wel dat we zondag een Westerlo gaan zien dat toch wel energie en drive toont met de wil om een wedstrijd te winnen. En oké, als je hem niet wint, maar dat je toch wel het gevoel hebt van kip, ze hebben er alles aan gedaan en ze hebben echt voor elke meter gevochten. En als je dat kan koppelen aan kwaliteit, dan denk ik dat Westerlo een goed elftal is. Hebben we iets te weinig mentaliteit, dan krijgen we het, of kunnen we het tegen elke tegenstrever moeilijk krijgen. En we hebben deze week toch wel vrij intensief gewerkt om iedereen mee in dat verhaal te krijgen. Ook maandag was er een wedstrijd met de jongens die niet gespeeld hadden tegen Genk. En die hebben mij ook een signaal gegeven van coach, we gaan ervoor heel goed voetbal met heel veel mentaliteit. Ook 2-2 tegen toch een goede ploeg van Genk. Dus dat moeten we krijgen, dat iedereen binnen de kern 100% mee is in het verhaal. En de jongens die niet presteren, die worden vervangen door andere jongens. En dan moeten die de jongens die spelen weer onder druk zetten. En dat is competitievoetbal en dat is concurrentie. En daar moeten we mee omgaan. Laatste vraag. Heb je informatie ingewonnen bij Pietro, die vorig jaar van de spelers kende van Union? Oké, Pietro heeft natuurlijk een Union verleden, maar er is een andere coach, liggen andere accenten. En als je vorig jaar 5 keer tegen elkaar hebt gespeeld, dan ken je toch heel veel spelers. Je hebt de ploeg 5 keer geanalyseerd, dat de spelers tot een duur het beu worden. Ik denk dat heel veel spelers, de nieuwe spelers, hebben wel de nodige info gegeven. Er zijn natuurlijk ook een aantal nieuwe spelers, zoals Undav de Spits, daar en Bourges van achter. Dat zijn jongens waar we alle spelers wat info moeten overgeven, maar Union speelt met 80% van dezelfde spelers als vorig jaar. En als je er vorig jaar 5 keer hebt tegen gespeeld, dan mogen die spelers nog weinig geheimen hebben. Maar nogmaals, het zal langs 2 kanten zijn. Hè. Zij kennen Westerlo ook door en door. Dus dat is een beetje de format in 1B. Dat het moeilijk is om tegenstrevers te verrassen. Maar ik hoop wel dat het een topwedstrijd wordt. En dat we echt de favoriete rol die ons een beetje wordt toegedicht, waar ik altijd een beetje van huiver, want... Ik vind dat je altijd nuchter en realistisch moet blijven. Maar dat we wel 2 ploegen zien die echt laten zien dat ze toch wel de nodige kwaliteiten hebben om eventueel mee te doen voor de prijzen.